Cor Homburg. Als jongen van 19 jaar was hij ondergedoken even buiten Dedemsvaart op de boerderij van de familie Bakker aan het Zwarte Pad. Op 20 februari 1944 ging hij, ondanks waarschuwingen, naar de gereformeerde kerk. Die wordt dan, net als de hervormde en de katholieke kerk in Dedemsvaart, omsingeld door de Duitsers. Een grote groep jonge mannen wordt opgepakt. Ja, goed, hij heeft gewoon pech gehad dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Tot voor kort werd er vanuit gegaan dat er 15 mannen waren opgepakt, waarvan er 2 nooit zouden terugkeren. Pas geleden bleek, na onderzoek van de historische vereniging Averijst, dat ook Cor Homburg die 20 februari was opgepakt. Hij overleed een half jaar later in een Duits werkkamp. Na de oorlog werd hij herbegraven in Loenen. Daarna werd zijn naam vergeten. Ook binnen de familie werd er nooit meer over hem gesproken. Misschien uit schuldgevoel. Cor die dook namelijk eerst onder bij zijn oom, de ouders van Kees. Maar die stuurden hem weg. Kijk, ze zaten aan de ene kant natuurlijk wat door het beroep van mijn vader bij de marechaussee zaten ze natuurlijk in een wat moeilijke positie. Hè. Ze hadden regelmatig contact met zowel NSB-aanhangers als anderen. En daar moest hij tussendoor zien te laveren. En kon natuurlijk niet hebben dat er dan ook nog zo onverwacht een onderduiker ontdekt zou worden. De geschiedenis van Cor wordt pijnlijk duidelijk in zijn dagboeken. Alle dagen in oorlogstijd vertrouwde hij zijn gedachten toe aan papier. Maar vanaf 20 februari 1944 blijven de pagina's angstvallig leeg. Volgende maand, 70 jaar na de razzia waarbij Cor werd opgepakt, wordt zijn naam vereeuwigd in Dedemsvaart. Dan wordt door de historische vereniging een plaquette onthuld met daarop de 3 namen van jongens die nooit thuis zouden komen. Johannes Otter, Berend Batterink en dus ook Cor Homburg. Ja, ik vind dat mooi. Ik vraag me alleen af wie dus dat levend blijft houden. Of is het nu een eenmalig moment? En dan zeggen we van nou, dat was zo. En we hebben er nu aandacht aan geschonken. En we gaan weer over tot de orde van de dag. De herdenking en onthulling van de plaquette is op 20 februari in kerkelijk centrum De Antenne in Dedemsvaart.